Dames en heren, welkom bij een nieuwe weer een livestream. Dat mijn telefoon is nog aan. Welkom bij een nieuwe livestream van Rutger, Loer en El. We zijn hier met Tom. Goeiedag Tom. Hallo. We zijn hier ook met William. Yo. Yo. En waar staan we? Op de Bergen en Bergen. Ja, op de Bergen en Bergen. Ja. En daar gaan we ook vanavond starten. Ik pak even mijn trailer. Gekold gebruik. Yep. Oké, als het goed is moet hij daar. Ja, hij hangt erachter. Okay. Zullen we maar een vraag in gaan pakken dan? Ja, zeker eens te weten. Of wou jij ook nog meedoen, Tom? Nee, ik ga even wat snel huiswerk maken. Dan zou ik me gedonder. Oh nee, ik scan hem aan, hè. Vanuit Bergen, wat hebben we dan? Even kijken hoor. Ik weet niet of ik met deze trailer bij Nederland of Duitsland in mag. Ja, maar ik heb vraag naar Duitsland. Oh ja. Even kijken naar Keulen, ingeblikt tonijn. Tonijn? Oké, nou dan doen we dat. Ja? Ja, we gaan naar Keulen. Oké. Okay. Naar Keulen. Keulen. Even die andere ook openmaken. In handbereik. Ja, wil je, Rutger, anders doe je het gewoon flash langs tafel houden en een keer een klap opgeven. Van de tafelrand. Wat een idee. Ja. Zij zei, de vriend van mij heeft ooit, hoe zeg ik het weer? Oh ja, hij werd zo. Hij had, een flesje bier en die wou hij openmaken. Ja. Met een, hark. Ja. Dus hij doet het, maar hij staat ook met de halzen vanaf. Zit tegen, jij bent ook gruwelijk stom, hè? Ja. Toen was het bier op. Ja, dat is bergen bier weg. Ja, het was het laatste flesje. Dat is helemaal brood. Daarom. Maar kut, ja. Toen heb ik iemand best wel op zitten rammelen dat hij even in de supermarkt moest. Der Lucifer wünscht uns eine gute Fahrt. Ja, dat staat anders. Ja, der Lucifer is Satan. Der Lucifer. Bijna van de duivel. Nee, William, het is niet in Duitsland, hè? Dankjewel. Daar heb ik het hele weekend al moeten aanhoren. Der Lucifer? Nee, Duits. Ja, moet niet ingaan. Nee, daar kan ik niks aan doen. Mijn vader heeft een Duitse vriendin. Ja, daar kun je niks aan doen. Nee. Dus ja. Is het wel een aardige vrouw dan? Zeker weten. Nou, is dat nou een mooie vrouw dan? Voor haar leeftijd, laten we het dan zo zeggen. Ja. Nou, ik weet niet hoe oud je vader eigenlijk is. Die is afgelopen weekend 52 geworden. Ja, kom eraan hoor, ik moet even mijn bier erin gooien. Ja, dus we gaan even wat even op. Jongens, toch, dat Adobe, ik word er gewoon. Voor jij voor? Maar mijn jongen moet toch naar hetzelfde plekje. Jij rijdt al voor en anders wordt het weer lastig, want je staat al kort voor de bocht, hè? Rij maar voor. Wel apart, je hebt een nieuwe kleur trailer. Ja, en de oude kleuren. Van de.
Het is allemaal wat minder fel geworden, Tom. Hoe bedoel je? Qua kleuren. Van? Een nieuwe vaarstel, hoor. Oh ja, zoals wat jij vroeger had. Nou, ook nog niet eens. Het is nu echt groen. Groen. Transavia groen, zeg maar. Ja, zoiets, ja. Of gewoon kerstboomgroen, kun je ook zeggen. Kerstboomgroen, ja. Alleen Rutger heeft de oude trekker er nog voor over. Dat is wel humor, hè. Heeft wel wat, Rutger. Ja, hè. Rutger heeft toch wel wat, dus. Ik weet niet of hij wat heeft, ja. Een dode kerstboom met twee walnoten en ja. Wil jij met hem maar met z'n tweeën rijden? William, wat heb jij dan? Ik heb een boomstam, ja. Met twee echt forse kastanjes ernaast. Ja. En daar, die had je niet verwacht, hè? En die eikels hangen zeker voor de ziel onder. Nee, kastanjes. Ja. Ja. Dat is wel een verschil met eikel, hè? Ja, die hangen zeker voor de ziel onder. Bij mij is het gewoon een complete eikenboom die in mijn broek zit. Niet voor niks eikel. Nou, maar deze eikel valt er niet ver van de bom. Gaan we een bootje varen. Een bootje varen. Hey Rutger, heb je een nieuwe Renault al uitgeprobeerd? Ja. Ik denk het voor jou. Het is niet echt lelijk hoor. Nee. Ik dacht... Ik heb zoiets voor als de nieuwe Mercedes. En het is ook geen nieuwe auto, hij bestaat al vanaf 2013 natuurlijk. Ja. Kijk hoe lang ze erover hebben gedaan, bekend. Ja, maar het had te maken met de licentie. Ja, ze hebben er bijna 7 okay. jaar over gedaan. Oh ja. Hij was eind 2013. Kijk uit daar, Rutger. Ja, ik zeg het. En die rennen die ja. Die lekt ook een beetje. Leuk voor hem. Maar die gaat hier af en weg. Goed. Of hij is een knipper liggen aan het zitten. Wat is ja, hij heeft zo meteen een probleem. Rode stoplicht. Rood. Nou, net groen. Jammer. Ik flikker in mijn ogen achter hem aan, kijk wat er gebeurt. RTL. Nee, wat zwaar. Ik kom niet meer. Oh, jammer. Wel even voorbij. Laat lekker leren pasten op de volgende. Nou, ga ze die lol hier. What the fuck? Kom er nog een aan hoor, eikel. Achter jou. Rijd je net de snelweg op? Oh, die draaide hem eraf. Maar die had niet in de spiegel gekeken, blijkbaar. Nooit geleerd dat je eerst een snelweg moet maken en dan... dan de snelweg op. Rutger. Ja. Sommige mensen hebben moeite met gas geven. Ja.
grote versnelheid. Mevrouw? Hè? Je hebt toch geen rijbewijs? Nee. Pia, hoe is het eigenlijk met jouw rijbewijs? Over 2 weken moet ik afrijden. Oh, netjes. Wanneer? 10 oktober. Hey, ik moet 1 week later. Oh, succes. Nou, maar ik hoef dan niet voor de auto af te rijden. Ik ben aan het streamen, Tom. Allebei zijn we aan het streamen. Dat maakt dan niet uit. Ja. Ik weet niet wat hier aan de copyright aan is dit. Nee, niks. Geen jij naast me die vaas blijkbaar. Kom bij Argentijn aan, Rutger, die heeft heel veel haast. Leuk voor hem. Oh, die gaat eraf hier. Heb je die twee erbij? Dan had hij toch ook gewoon achter me kunnen blijven zitten. Toet op. Ja, dat is moeilijk, hè? Maar op het laatste moment moeten ze nog voor me langzaam de afrit te kunnen halen. Ja, hey, William, dat is de Duitse manier van uit. Nee, dat was de Argentijn. Ja, maar... Zijn we zo meteen even stil, hè? Ja. Voor de eerste beste parkeergelegenheid. Eerste beste pomp. Wel even parkeergelegenheid. American Band Logistiek. Straks een tankstation aan. Is een snelweg. Naar de kruising. Pompstation. Ja, helemaal prima. ...500 meter.
Maar jij ligt nog aan wat. Ja. Ja. Kan je even iemand bellen? Kom zo weer. Ja. Prijspolitiek. Weet je wat er is, William? Wil je met bellen? Oh ja. Weet je wat er is? Nee. Ik ook niet. Directe kosten. Indienen. Het zijn. Indirect. Schele contract. Oh, nee, wacht even. Ah, je hebt wat anders op mijn camera. Nee, linkje plakken. In de disco. Welke? Oh, bij Teunis. Met vers transport. Hoe staat hij alweer? Bij de jouw staat ook wel in. Nog. De. Bij mij hoeft hij niet, want bij mij komt hij de automatisch in. Oh ja. Als het goed is, komt hij gewoon onder streammeldingen te staan. En dan staat hij niet meer dan. In ieder geval vanmiddag. Haha, dus. Verkeerde kanaal. Sorry. Het vragen. Ja. Oh, nou goed, goed. Dan kunnen we weer gaan. Ja. Je starten. We zijn in de drive. Nee, nu wat is die waar. Ja. Ja, ja hoor. Ik zou dingen als stembanden over. Ja. Kom maar. Nou, nu wordt lekker op schoot liggen. Warm. En die kat is net baasje, hè? Dicht bij de klootjes. Ik kan je zeggen wat het is, maar zeg eens dat niet zo is. Gewoon erom neer. Ik weet niet waar mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe stream van Eurotruck samen met William. Laat een berichtje achter in de chat of bij William. Waarom moet ik nou altijd bij William? Ik ben Eldewin. Ja, Eldewin. Bij, okay, bij Eldewin in de chat.
Maar ook voor de mensen, ja, als ze maar bereiken, ik weet niet waar mijn view counter is, geloof ik. Mijn view counter is kapot. Dus die moet ik even nakijken. Hij geeft mijn abonnees nou wel goed weer, maar laatst waren de mensen aan het kijken en dat gaf hij niet weer. Oh. Laatst had ik bijvoorbeeld een stream, toen was hij nog aan het verwerken, toen hadden er 17 gekeken, ja. Ja? Ik ben al een tijd dat ik aan het streamen was, stond mijn tellen trouwens op nul. Oh. Dus als er mensen zijn die kijken, typ graag wat even in de chat. Dat is ook leuk van ons. Moeten we hier af? Ja, wat gezien. Richting Hamburg. Hamburg. Maar hier staat nog zijn Zweeds, Hamburg. Oh. Kijk maar goed op het bord. Er staat Hamburg op. Maar ik rij bijna niet. Ja, ik heb de navigatie wel aan staan. Maar ik rij eigenlijk meer op mijn gevoel. Ik rijd altijd op de navigatie. Ik rijd altijd op de... Oh, ik kom heel eind zo hoor. Ja hoor. Ik rijd vanuit hier zo naar Parijs toe, dat is geen probleem. Maar zo ver komen we niet. Nee. Ja. Wil je het is, William? Ja. Navigatie is een hulpsysteem, hè? Ja. Er zijn mensen die denken, TomTom moet ik blind opstaren en dan komt het goed. Google Maps misschien wel, maar TomTom niet. Ook Google Maps kun je redelijk vertrouwen, die is redelijk recent ook. Ja. Maar je in TomTom heeft een jaar of zes oud, dan kom je niet ver. Is er een Black Dragon, Peter? Ja. Laat me anders even wel eens op straat komen. Ja hoor. Kom even sparen, Peter. Zit je bij François? Ja, we zitten bij François. Wil je naar achter mij, want ik zie je niet in mijn spiegels. Oh ja, nou zie ik wel wat. Ja. Weet je wat het is, William? De kaart blijft toch altijd handig. Ja, oké, maar dan moet je hem wel net hebben, hè. Oké, niet iedereen heeft al die kaarten natuurlijk. En ook die kaarten, die kloppen niet altijd meer. Nee, maar ja. Bovendien klopt die nog wel. Kijk, in 3 maanden kunnen ze een heleboel veranderen, hè. Laten we het zo maar even zeggen. Ja, dat weet Google Maps van ook niet. Ja, Google Maps heeft wel redelijk vlot aan me. Komt er eentje voorbij. Ja, ik zie er eentje in mijn gang aankomen. Scania in DAF-kleur, oh ja. Dan rij je met een Scania en met een 3-dubbele trailer, nota bene. In de DAF-kleur. In de DAF. Hoe hard kun je vloeken? Heel hard kan ik vloeken. Die trailer die hij erachter heeft hangen, die heb ik ook al. Ja, hoe hard kun jij vloeken? Oh, dat wil jij niet weten, denk ik. Hoeveel kilometer moeten we nog gaan? 569. Heb je wel zo erg gereden? Ja.
Ik dacht dat het nog verder was. Druk bij de pomp hier. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, check of 5. Je kan meteen merken dat je in Duitsland zit. Ja. Ja, maar je kunt merken dat je in Duitsland bent qua drukte op de weg, zeg maar. Daar hebben we niet over dat Duitsers slecht zijn. Ik heb gewoon puur over dat duidelijk een mega uit Duitsland weer inrijdt met Eurotruck, wordt het ook in ieder geval een stuk drukker. Ja, dat vind ik nou leuk, dus die drukte. Ja, maar je hebt drukte en je hebt te druk. Ja, Duisburg, Calais. Ja, kunnen we straks weer even oprijden, hoor. Als je hè? Peter, ben je er nog? Peter, hallo. Kijk, uitrusten staat erin en dan zeggen ze weer stil. Altijd nog. Kom even in spraak. Gezondheid. Terug. Tering. Wat helemaal niet mag. Wat ga je nou weer doen? Mijn moeder stuurt een berichtje. Oh god. Hoe lang duurt het voor je op zijn kant ligt? 5 seconden, 1, 2, 3, 4, 5, joh. Ik zit op het strand, vliegveld. Wil je even kijken of er nog TUI of KLM Kralendijk. Kralendijk. Ja, kut. Dievenzooi, hoor. De Flow Academy. Wat voor iets? Ja, school. Weet je wat het raarste is? Op mijn pc geeft hij aan dat ik alle opdrachten af heb en als ik op mijn laptop ga kijken, geeft hij op de links aan. Vertraging heeft het goed. Nog wel even doen. Ja, man. Hoe lang moet je naar school dan, Tom? Ik weet niet hoe lang. Oh. Ik nog wel iets langer. Je bent jong, hè, William? Ja, oké, maar ik vroeg gewoon hoe lang deze opleiding nog duurt waar je niet meer bij bent. Normaal duurt die. Normaal duurt die, even denken, 2 jaar. De Elbe Tunnel. Rijden we nu onderdoor. Wat ik wel mooi vind aan de Elbe Tunnel, ja, zo ziet hij er in het echt ook gewoon uit, hoor. Ja. Ik ken deze tunnel wel, van Halderhout. Ah, hij ziet er niet helemaal zo uit, van binnen niet, hoor. Ja, zeg eens, Tom.
Maar weet je, het is, ik ben nog een stuk jonger, hè, dus ja, ik moet er langer over doen. Ja, oké, maar... Maar ik had ook wel dat je je werk ook hebt dan alles, hè? Ja. Maar normaal gesproken duurt die opleiding nog 2 jaar. Ja, nou nog, ik zit nou het laatste jaar. Ja, dat is netjes. Maar dit is een lange rechtstuk, Rutger, ja. Als je de goede recht zou kunnen houden, ja. Kun je door je sms'jes sturen. Hier zit wel weer een bochtje, maar... Dus we zijn aan Berg niks voorbij, een beetje. De beruchte weg, Hamburg-Bremen. Weet Tom wel wat? Ja, het is wel een mooie weg. We zijn er ook al 10 jaar met de weg bezig geweest. Oh, ik weet niet of ze er nog bezig zijn hoor, daar. Nog? Oh, daar zijn we inmiddels bijna 20 jaar verder. Ze zijn daar bij Bremen bezig. 10 jaar. 10 jaar zijn ze daar nu bezig. Oh, kut. Ik rijd er voorbij. Nou, we rijden rechtdoor. Dit omrijden. Ik had hier afgemoeten. Maar, ja. Maar 10 jaar geleden ben ik op Wakker en op een air geweest. Maar in 2009. Ja. Toen lag hij van Hamburg tot Bremen later. Gewoon 2 banen dicht. Nee, nu is het... vanaf, als je vanaf Hamburg komt naar Nederland toe, is het nou? Oh, nou. Dan zijn we over de terugweg, hebben we 6 uur in de file gestaan, geloof ik. Ja, komen we zelfs even uitstappen om te gaan pissen. Makkelijk. En, dan zijn we dus, en zelfs de chauffeur kan nog uitstappen, ja, om te gaan pissen. Ja. Als je terugkwam van busje naar hetzelfde plekje en er in de voorganger. Ja, je weet je wat het is, in Duitsland is het gewoon echt van, we sluiten heel de weg af. Ja, doen we gewoon, boom. En dan niet over 10 kilometer, nee. Nee, ze doen het heel, ze moeten er 8 jaar over doen. Wat ik hier zie is niet goed. Wat? Holy day! Oh, dank u. Ja, raak. Sta je nog? Ja, maar mijn... mijn achterste teler staat de grond in. Ja. Weet je wat het is, Willem? Duitsland is gewoon heel erg... We sluiten 20 kilometer weg af. Wie was... 5 kilometer zijn de mensen aan het werk. Ik weet het was die mafklapper die net langs reed? Ik zag hem aankomen, maar ik kon hem nog even waarschuwen. Kunnen we weg? Ja. Heb je ook slash fix gedaan? Ja, het is niet zo heel erg. Wat een hol. Leg hem maar vol. Ik ga straks een report indienen. Jij mag zien, anders. Dat was gewoon heel erg Duitsland. Ja, moet je eens proberen op de Calais Duitsberg route. Ja. Dat was de eerste sensatie van vandaag. Ja. Hij stuurde zo naar mijn... Ik kon hem ontwijken en hij stuurde zo naar mijn trailer toe. Oh, bij mij wou hij het ook doen. Hij week op het laatste moment toch, maar in andere redenen week hij af. Waarom weet ik niet. Dat is gewoon zo'n idioot, die doet het erom. Hi Google. Weet het niet. Hallo Google. Waar loop jij te lullen dan? Ja, mijn telefoon.
Hij reageert eigenlijk erop. Hey Google. Search Bonaire Airport. Laat maar zitten. There is a few airports for you. Amsterdam. Iedereen. Ja, dus we moeten eraf. Iedereen. Zullen we maar rechts aanhouden. Ja. Richting Osnabrück. Dat moet. Aso Logistics. Oké. Gaan we naar Aso Boeren toe? Aso Logistiek. Convoortje daar aan de overkant. Maak me even ruimte voor mij, ja? Dacht ik ook, ja. Dat is heel moeilijk. Nee? Oh, nou ruimte geven. Officieel moet dat wel, ja. Maar jij hebt de tonijn nu vast aan je plafond geplakt? Mijn kat? Nee, je tonijn. Die trailer hebt, die zit nu vast aan het plafond. Ja. Liggen wat losse blikjes in. Ach ja. Geef mij de kat hier in het verlof. Ja. En je ham vindt hij ook lekker. Oh ja. Ik had toen een kat was huisterrorist. We hadden er nog even kijken. 1, 2. Nou, we hadden er nog twee. Ja. En dat was de kleinste wat in de stal. Ik ben al een kuttere normaal weer met een DAF trailer erachter. Wat ik nog steeds niet snap. Maar ah, goed, oké. Okay. En als je een stukje ham aan de andere kast gaf, dan was er een bliksem bij om het af te pakken. Je greep gewoon uit je klauwen. Ja. En die heeft toen in de nek zo gepakt. Die heeft eerst 6 uur in de douche afgeslagen. Ah nee, leren is anders. Als ik de andere kat er wat geef, dan heeft hij geen dag vanaf te pakken. En als dat zelfs mijn vingers gaat kosten, dan wordt het beroerd hoor. 100 moet je opvoeden, maar katten moet je dat ook hè. Kijk uit. Ja, ik zag het. Waar rij jij? 84. Komt er nog een af? Polska, een platkop. Sorry, ik ben telefoneren en rijden tegelijk gaat niet. Nee, mijn muisje draaide. Dus mijn camera van mijn bienen ook. Ja, ik zie het. Bijna de vanger al gekust. Hoe hoor ik hem nu weer naar neer? Nou, deze rit ga ik eerst even roken hoor. Ja. Maar Tom, ja. Hoe gaat het met de vrouwtjes dan, jongen? Dat weet ik niet. Keine Zeit für. Ja, maar 1 keer in de week is ook regelmatig. Ik heb moet toevoegen. Wat moet je? Moet zoveel werken. Ja, je moet niet, laten we dat voorstellen. Ja, is goed Peter. Leuk dat je gekeken hebt, jongen. Wat zegt hij? Die uren moet gaan. Zeg je? Wat zegt hij? Hij zegt ik moet gaan, zegt hij. Oh ja, dat kan. Groetjes terug. Yo yo Peter. Waar zit die urenlijst? Bij de U. Bij de YMCA. Nee, dat is iets anders.
YMCA, dat was in de werkloosheid, of niet? Weet ik niet. UB40 wel. UB40, dat is eigenlijk de lijst waarmee je werkloosheid in Engeland invult. Ja. Ja. En zo is UB40 ontstaan, allemaal werkloos. Kijk wat het heeft gebracht. Die hebben wel goed geboerd na die tijd, hè? Ja, zeker. Als ik een euro zou krijgen voor elke kilometer die ik heb gereden in een eurotruck. Nee. Oh. Ik weet het niet. Maar niet, Tom. Tom? Maters, collega's. Yo, Peter. Tom. Ja. Hé, hey, wacht even. Ik zie iets. Dat klopt. Ik moet even iets stilzetten, hoor. Heel even stilzetten, hoor. Het zal wel een wacht wezen. Een beetje een noodstop. De, ja, ik zie in één keer dat er iets niet klopt. Dan heb ik het gewoon een beetje niet gewerkt. Oh! Crash, achter jou. Hij staat hier in de vangrail. Achter de flycam er naartoe. In de vangrail? Ja, in de vangrail. Ja, dat is het eerste genoot die ik hier liggen. Ja, even. Ik zei net, Tom, ja. Als ik voor elke kilometer die ik in ETS had gereden een euro kreeg, dan waren we nu rijk geweest, geloof ik. Ja. Ja, kom. En dan had ik nu met deze rit al 1400 euro. Ja. Kom maar. Waarom kan ik nou nog godverdomme die uurlijst niet vinden? Kom maar. Nou, we kunnen er ook wat. Tja. En liggen. Koude voetjes. Nee, ik weet nog wel, die laatste maand toen bij ETS die gaten dicht hebben gereden, weet je nog? Rutger? Ja. Daar heb ik ruim 20.000 euro verdiend. Huh? Ik heb 20.000 kilometer gereden in 24 uur tijd. Zo. Nou, die 4 uurtjes heb ik dan geslapen, dus zeg maar 1000 kilometer in een uur. Maar voor 1000 euro per uur ga ik wel werken. Tja. Jij ook wel, Tom? Ja. Dan wil jij wel virtueel truckeren, hè? Ja. Ik hoef nou niet eens de hele week te doen. 3 ritten van 1000 euro en ik heb wel meer als in de maand, hè? Oeh, Bergio. Daar heb ik al meer dan ik nu af. Komt er eentje voorbij? Ook weer in de Renault. Die vee komen een beetje dichtbij. Blijf op je eigen weg, Elf. We gaan er hier af. Daar. Vlak, fuck, fuck, flap, lorol. Nee, die heeft geen keus. Nou, maar lekker op die... Ja, jongens toch, dit weet ik toch allemaal niet. Die dacht dat hij ook rechtdoor kon daar. Nou, kan toch. Sneller. Oh. Strijdje, wedstrijdje, wedstrijdje. Kan je nou? Bij mij ging het ook. Ja. Niet helemaal zuiver. Even opjutten. Die had bijna geen ruimte meer voor me te gaan. Zo leuk. Ik ging ook een beetje glijden. Ik heb er overleefd, maar ik was me denk ik wel wat schade. Ah, nee, toch. Oh. Hi, hallo. Kevin. Zo, dat was net even schuiven, Joris. Die ligt daar op de zijkant. Wat is dat? Er kan er ook maar één zijn, ja.
Ik ligt niet op de zijkant, hè? Nee, dat die foto van het. Oh, dat is je broertje. Mhm, kan er één zijn. Oké, okay, waarschijnlijk ga ik straks heel zacht zijn even. En die keer ervoor was je auto. Ja. Ik rij weer weg. Ja, is goed. Oh, mijn achterste trailer en mijn voorste, die begonnen los van elkaar te schuiven. Ja. Dat kan ik er wel. En dat doe je met je truck net. Hé, hey, Tom! Kan je alles heel? Oké, okay, ik klink zo even heel zachtjes. Richting Keulen. Om. En dan gaan we er ook aan. Dat is onze eindbestemming voor deze rit. Fuck you. Oh. Kom dan. Begint goed. Kom dan. Nou, we hebben al een spookrijder gehad vanavond. Bolla. Slalom. Dit is er zin in. Tussen die twee paaltjes hebben ze een derde neergezet. Ja. Ah, nee toch. Dus dan doe ik dat wel eens. Heb je zo'n stuk snelweg en een stuk open hebben ze van die paaltjes neergezet. Dan kan je met met dubbele trainer precies tussendoor. En nu dat ik niet. Nee. Ik vind het leuk. Echt jongen. Wat? Dat zijn niet, hoor. Nee, het werk wat ze opgeven klopt niet helemaal. Gezeten staat op je briefje. Ja, hard. Hè? Leg daar net hard. Ja, ik moest een tabel invoeren. Ja. Maar als jij op enter drukt... Ja. Dan heb je bij wijze van spreken 52.000 ingevuld. Ja. Nou, ik druk op enter, komt er 52 staan. Nou, dat klopt niet. Nee. En als je per ongeluk één keer te vaak op enter drukt, dan kun je niks meer invoeren. Oh. Dus. Is hier een beetje druk op de kruising. Gewoon kut systeem dus. Ja. Nou, maar dat zijn bedrijven gewoon in kut systeem. Hoe gaat dat bij jullie dag, Gerwin, de uren regelen? Wat? Moet je dat ook zelf ergens invullen? Of? Go back? Ja? Ik heb klok op. Ah, jullie hebben naar het ouderwetse systeem. Ouderwetse? Ja, maar dat bestaat al jaren, zeg maar, dat bedoel ik. Dat bestaat nog steeds, hoor. Maar dat is wel het beste systeem. Eén van de betere. Als met een project. Oh! Oh. Ik hoor je even niet, Gerwin. Wat? Dat ik je even niet hoor. Oh, dat is mooi. Het is al onder je bureau zit, jong. Nee, je staat heel zacht voordat ik ervoor sta. Dat zit de in-game mic in en shit. En dan... Oh, dat verhaal, ja. Maar je laat het vertellen. Ja, dit is beter, hè? Ja. Het zal nog wel worst wezen, jongens. En mijn kloksysteem, dat werkt over het algemeen wel goed. Ja, dat is ook een project waarin een klokje daarop in. Dan reward, mechanisch, elektrisch testen, weet ik veel, kan wel alles zijn. Een klokkenkop. Welke auto is dit? Oh, LaFerrari, chill. Ja, ik moet mijn eigen uren bijhouden, ja. Hij kan wel zo'n pasjes sturen, bro. Ja, ik heb ook een pasje.
En dan als ik zocht, ja, dat had ik altijd, hè. En dan begon ik s'avonds en dan pliep voor de bruidje langs. Ja, en dan weer klaar was, pliep, nog een keer voor de bruidje langs, klaar. Dat was. Ja, dan steek ik wel zelf in voor mezelf. Gaan we nog werken? Gaan we nog vandaag? Nee. Het is druk. Dus dan moet je stoppen. Komt er niks van de zijkant aan, jong. Dus een admin is dan. Het was net wel heel erg druk met het stoplicht. Ja, maar ik kijk gewoon op de kaart of het wat van rechts of van links komt. Als je niks aankomt, knap ik door. Voorst is die stopkant. Ga naar maar voor. Ga naar voor. Ga op. Kijk, hier durf ik gewoon rechtsaf te houden. Dus er komt toch niks van de andere kant af. Kan niet. Ah, er is ook nog een heel stuk boot afgegaan, hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat er een kilometer of 700, 800 overblijft, hè? Ah, Gerwin. Mm-hmm. Als straks promotie in het eerste, doet er wel een keer ritje mee, of niet? Gewoon te kijken hoe het eruit ziet. Ik kijk uit naar één weg, dat is er eentje in Noorwegen. Het gaat straks hetzelfde weer, het gaat niet werken, want je gaat weer een deel eigenlijk focussen op één game. Nee, ik focus, dit is gewoon, het is allemaal hetzelfde kleurtje, maar meer ook niet. Nee, maar het wordt zo weer opgezet als een VTC. Dus je focus technisch is in ieder geval één game weer. Nee joh. Dat is niet mijn bedoeling in Noorwegen. Nee, mijn bedoeling is vanavond, niet. Vanavond is er toevallig een keer wel ETS. Dat ik er zin in had. Maar van de week heb ik allerlei andere games gedaan. Even kijken hoe ver moet ik nog naar voren. Ik kan het niet zien, zeg maar. Dat het hier zo druk is. Ja. Nou, even kijken. En weet je wat ik doe? Ik voel overal gewoon niks in. Ja, dat kan ook. 970 is er al gebleven. Toch nog meer dan ik had verwacht. Je moest gewoon een flinke troep regelen, William. Wat zei je? Dan moeten we gewoon een fatsoenlijke troep regelen. Of gewoon het ouderwetse papierwerk. Dan ga ik eens even roken, Rutger. Mm-hmm. Ben ik er zo weer? Dan ga ik eens even roken, Rutger. Ben ik er zo weer? Tijd. Brandstof en
nog 31 vragen, doe normaal, man. Weet je wat doe ik? Dat is gewoon net. Dat is het beste wat ik kan doen. Trucje draaien. Helemaal niet mooi. Oh, alleen de lektoets staat mee. Okay.
Ja, cool. Ja. Oh. Komen nu? Zo. Streng hoor. Nou, weer gedaan, Gavin. Helemaal niks. James Meyer uit Dallas hoorde een inbreker bij zijn schuur. Hij schoot een paar keer en ging weer terug naar bed. Pas ochtends zag hij dat de man had doodgeschoten. Geniaal. Echt. Top, als je zo moet leven, ben je een held. Grote pak hier. Wat iedereen mee wel had. Zo terug. Daar was je hier, hè? Dat was mijn telefoon. Als ik hier opneem, hè. Ik sta een beetje ongelukkig. Ik
kijk die super blinker aan. Come on. Yo. Yo. Ben er weer. Turn your reverse lights off, please. Ik kan er nog even opnieuw in, ja. Licht er nog aan staan. Kom er weer aan, hoor. Ja hoor. Ik zou heel veel hier. Hallo. Oh. Kijk, hè. Landingmarkt. Nee. Ik zie het. Maar ik zit op de gewone landingmarkt even te kijken. Kiel, Nuremberg, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf. Of we moeten even de gewone trailer pakken hierin. Ja, gewoon een coltrailer. En niet te dubbelen. Burger. Ja. Zeg maar. Nee, ik hou deze wel even. Oké, okay, waar gaan we heen? Kies jij maar weer uit. Zeg maar. Nee, ik hou deze wel even. Even kijken hoor. Waar gaan we heen? Ik heb wel een vraagje echt voor jou, wat voor jou wat is. Waar naartoe? Naar Mannheim. Ja, worsten, ja. Ja. Ja, doe maar. Lekkere dikke was vervoeren, van je hele manier. Het is wat slappe was nog, hoor. Ik zou de andere zaak vragen waar we op starten. Oh, die moet je laaien, zelfs. Dat is nog makkelijk. Nou, let's go, hij moet eerst gelaaien wezen, people. Gaan we weer. Kan druk zijn, hè? Ja, maar dan raak je aan, hè.
Jans. Ja. Kan niet meer in de af. Moet dat weer alles. Van de andere kant afkomen. Dat moet voor jou wel wat wezen, Rutger. 14 ton aan worst. Ja. Kun je voorlopig met mij vooruit, hè? Ja. Braadwoest. Goedenavond, heren. Ik zie een hand. Even. Hey. Zit jij ook al bij Fast Transport? Nog niet. Doe ik morgen allemaal even. Ja. Wel even binnen lijntje blijven, William. Ik moet niks. Ik ben ook aan het streamen, hè, Ferry. Ja, Ik ben ook aan het streamen. Waarom heb ik daar geen melding van gekregen dan? Geen idee. Het was echt wel even kijken. Ja, en Tom. Ik ben slaapgevallen. Nee, dan kan hij hem niet wegdrukken. Ja, of hij is naar AFK verplaatst. Dat kan ook. Schrik van zijn leven, die van links kwam. Oef. Ja, maar we blijven gewoon lekker multicultureel gamer, Rutger. Ja. Gerry moet niet zo zuur. En nu zijn we gewoon lekker aan het rijden voor een zondagavond. Vind ik het een fijne game om te doen, hoor. Dan moet ik me niet te veel willen hoeven focussen, zeg maar. Ja, moet je hier wel voor een stukje, als je op drukke gebieden komt, om tegen te leggen. Die ging op... Ja, bijna zijwieltjes nodig. Ja, bijna op zijn kant, ja. Treed je achter ons. Laat maar komen. Nee, je gaat het licht uit, hè? Kom maar. Ga niet harder. Oh, je hoort pas op. Thank you.
Ah, ik weet nou alweer Turk. Aardig bochtig hier. Ja, mooi. Mijn cruisecontrole naar beneden. Oh ja, dame, zie ik. Maar. Nee, laat maar. Zo. Buts, buts. Hallo, koffie over uw mok heen? Nee, was een lop. Die was al leeg, dat verschil. Sprak vanmorgen een chauffeur, jongens. Ja. In die lijf. En die moet morgen vroeg, die rijdt morgen vroeg om 4:15 weer weg, Iran, ja. Want die moet om 7:00 in Drachten zijn. Dat is te doen. Ja, oké, okay, maar dat is 2:30, hè. William. Oh, je kan nog wegrijden. Dat wel weten. Zie je nou ook bedoel met het? Ja. Hij mag hem gewoon te schuiven, joh. Ja, je hebt er een dubbele achterhang, of niet, William? Ja. Hij begon me gewoon weg, hij drukte mijn trailer, drukte mijn druk terug gewoon weg, hè. Ik sta om hier ook zo uitkijken. Ik ga hier even wat zachter rijden, ja. Probeer in voor de bocht te remmen. Kom maar een bocht een stukje aan, ja. Ik heb hier maximaal al 65 staan. Het is de tweede keer al dat hij dit doet, hè. Dat gebeurt dus toen straks ook. Mijn laatste ritje. Volgende dag. Ik kom tijd naar bed. Ja, dat vind ik ook mooi hoor. Misschien dat ik er dan al een korte doe. Maar nee. Ja.
Heb jij nou één lift als omhoog staan, William, of lijkt dat maar? Heb ik ook omhoog. Lang met zakken. Ja. Staan er hier ergens twee, maar één staat hier. Komt er nog twee aan. Ah, we zijn er bijna. Daarom. Hier net omvallen, weet wel. Godsamme. Maar van de week gebeurd. Ja? Laatste bocht. Is kut, hè? Ja, en dat was dan een rit van dik 1000 kilometer. Ja, daarom, dat is kut. De bocht gaat voor een lange bocht. Oh joh, ik ga er verkeren joh. Toppie. Ik rij even verkeerd, dus ik moet verkeren. Zat vast op de... Ja, volgens een verkeerswetboek ga ik korte bocht voor lange bocht en ik had een korte bocht. Denk jij dat iedereen zich eraan houdt? Nee, maar ik wel. Ja, dat snap ik, William, maar... Ik heb er niks mee te maken, kijk, ik druk er gewoon voor. Wij houden zich al. Wij onderhouden ons aan de verkeersregels. Oh ja? Ja. Ik wou het zeggen, dat klopt niet helemaal, Rutger. Als we druk is, stoppen we altijd voorhoud. Oh ja? En ik had hem ook nog eens een keer groen. Mm-mm. Hij ging op oranje. Ja, maar dan mag ik nog doorrijden. Als ik niet meer kan remmen op dat moment, mag ik gewoon doorrijden. Dan mag je gewoon doorrijden, want anders knalt je... ...die achter je rijdt op je... Kijk, dus nu moet ik stoppen, ja. Dames en heren, bedankt voor het kijken, liken, disliken, abonneren. En tot de volgende keer. William, wil je nog op de... Ja, allemaal aangenaam gatjeuk. Ja, allemaal aangenaam gatjeuk. Tot de volgende keer. Maar Rutger, even één vraag, ja? Ja. Je hebt niet die vraag ingeleverd, hè? Ja. Je hebt niet stiekem zelf een was gehouden, hè? Nee. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar zou die was niet ergens anders voor gaan gebruiken? En gebakken en koud laten worden. Die worst heb ik gelukkig afgeleverd. Ja, maar niet ook mag ik in je vrouw houden en kijken dat ze nog een onder de stoel vindt, hè? Want ik moet dan wel allemaal verantwoorden. Ja, ja, ja. Bij wie? Ja, ik ben zelf een van de bazen. Oh ja, fuck. Ik had zelfs hoofdbaas kunnen worden, om het zo maar even te zeggen. Maar dat heb ik gezegd, nou dat hoeft ook weer niet. Hey. Bedankt. En toch heb ik geen schade opgelopen.